Bom dia, muchachos del grupo 4. Habemos recibido con ustedes por la fiesta de idioma. ¿Vos han acordado la cuenta de Tom Ratón? Tom Ratón, ¿hay una mujer? ¿Hay una mujer? ¿Herinneren van Tom Ratón? Tom Ratón ging op zoek naar iets lekkers. Él había buscado kishi. En hij zag een groot stuk kaas ergens op tafel in de keuken. Tom Ratón sprong meteen op tafel en hij wilde de kaas pakken. Maar wat zag hij? Twee grote groene ogen. En van wie waren die groene ogen ook alweer? Van de poes en poesje. Nou, nu gaan we verder met het verhaal. Tom Ratón. Spanta. Tonta wakke poesje. Geschrokken kijkt Tom de poes aan. Mi ding ga na die kokos douche, tonta gaga. Ik heb trek in iets lekkers, stotterde hij. Mi tambe, e poesje de responde. Ik ook, beantwoordde poes. Wel Ratón, ta net bon, kuba windalon keiru akibanda. Awor, mi noti nodi de poes kamas aleo. Apollo smaak hoppie bon. Nou, gelukkig ben je hier in de buurt komen wandelen. Want nu hoef ik niet verder te zoeken naar iets lekkers, zei de poes. Mishikumi, Tom Ratón te grieten. Raak me niet aan, schreeuwt Tom. In mijn sora is de salina kareta koe poesje sutras. En meteen rent hij weg met de poes achter hem aan. E poesje te kore duro. Pero Tom te corre más duro. De poes rent hard, maar Tom rent nog harder. Lenga fo, eta drinta pek, ding e buraco, tras di kashi di buki. Uitgeput, rendi en gaat die binnen in het gat achter de boekenkast. Oh, botekaba, tatara tonta pontre. Oh, ben je er al? Vraagt papa van Tom. Bono gusta y fondo. Vond je daar buiten dan niet zo leuk? Non c'è tanto, tonta responde poco poco. Nou, niet echt, beantwoordt hij zachtjes. Ico vergüenza e ta pensa. Mama cutata ten razón. Hopi dia, den dia, ta hopi peligroso para Tom. Otro via, mi lo tende di na. En vol schaamte denkt hij. Mama en papa hebben wel gelijk. Overdag is het gevaarlijk voor muizen. Andere keer zal ik maar naar hun luisteren. Dus jongens, wat is het moraal van het verhaal? Dat je naar je ouders moet luisteren. Dus el les die ik cuenta aquí tamochanan, kunos mister signa tende di nos mayorna. Ora mama of papa pisa algo, no rabia, pero tende di na. Als mama of papa iets zegt, moet je niet boos worden, maar je moet naar ze luisteren. Nou jongens, ik heb de vragen voor jullie uitgediept. Die mag je nu maken. Ze zijn ook vertaald in het Nederlands. Nou, éxito. Cuya pregunta na mucho na. Y te otro día. Doei.